te smullen. Marshmallows om zijn maag te vullen. Niemand is tegen zijn hongerbestand. Dus zijn we elfjes in de criminaliteit beland. We zoeken marshmallows dag en nacht, omdat hij dat van ons verwacht. Zijn leven is één groot marshmallowfeest. En alles wat we stelen gaat dus naar dat beest. En dus hebben we geen tijd meer om wensen van kinderen te vervullen. Maar elfjes moeten wensen vervullen. En jullie kunnen geen marshmallows blijven stelen. Eet hij dan echt niets anders? Niet geprobeerd. Hij was zo blij met de marshmallows die we hem gaven. De goblins zijn bijna hier. Fly up, dragon. Marshmallow? Nee, geen marshmallows meer. No more. Marshmallows! Geef me marshmallow, geef me marshmallow. Hij heeft iets met meer voedingsstoffen nodig. Hoe bedoel je? Nou, marshmallows zijn niet gezond. Je hebt vitamine en eiwitten nodig. Zoals fruit, groenten en noten. Oh, dat hebben we genoeg. Is goed zo. Dank je. Noten en bessen. Ananas, sinaasappel en mango. Bananen. Yummy. Pablo. Ik hou van bananen. Kom op, we voeren hem. En als hij het niet lekker vindt? Dat vindt hij wel. Geroosterde groenten en fruit is ook lekker. Eens kijken. Hij is wel een beetje koppig. Marshmallows. Man, wat een lekkere banaan. Pablo, dat is het. Oh ja? De draak wil alleen maar marshmallows. Maar misschien eet hij dan iets wat lijkt op een marshmallow. Tja, wat ziet eruit? Oh, het lijkt wel een echte marshmallow. We geven hem stukjes banaan en zeggen dat het marshmallows zijn. Dat is een goed idee. Dank je. Help ons de draak voeren. Als hij zijn bek open doet om te gaan eten, zeg dan: He is ready! He is ready! Marshmallows, delicious! Oh! Hij weet dat het geen marshmallows zijn. Gaat hij ze nu uitspuren? Nee, toch? Gaat ze echt uitspugen? Ik denk het niet. Vindt hij ze lekker? Yummy! Ja! De goblins! Daar komen ze! Geef de draak meer groenten en fruit te eten. Kijk, de dragon vond die banaan zo ontzettend lekker dat hij de rest nu ook lust. Hij moest gewoon wat nieuws proberen. Oh, hij heeft nog geen kracht om te vliegen. Hij moet nog sterker worden om de goblins weg te kunnen jagen. Hij heeft eiwit nodig voor spieren. Waar zitten eiwitten in? Bonen! Wat voor bonen zal ik hem geven? Ik heb zwarte bonen, lima-bonen, pinto-bonen, fava, adoekie-bonen. Oh, die zijn lekker. Maakt niet uit, Pablo, maar schiet op. Hier, reuzenbonen. Die zijn perfect, hoor. Daar komen de goblins. Is hij er klaar voor? Ik denk het wel. Ready, dragon? Ready! Ze spieren is... Wow, oh, nee. Dragon! Wegwezen! Yay!
Het is niet zo lang geleden dat ik hier 6 mooie paarden had. Ik leerde ze voorzichtig te zijn. Het was altijd fijn ze te zien lopen zij aan zij. Totdat misschien een kind als jij er fijn op zou kunnen rijden. En dan heel blij zou zeggen: faster, faster horses. Ze zijn lief, maar ook heel snel. Faster, faster horses. Dat wil ieder kind toch wel. Maar toen stond plots die groep van Dieten op de stoep. Ze kwamen naar de stal, je raadt het al. Toen moesten we vluchten. Dus ik zei: faster, faster horses. En ze renden tot ze ontsnapten op een vlot. Dus boerin Annemarie, de paardendieven wilden de paarden stelen, maar toen zijn ze ontsnapt? Precies, Dora. Maar waar zijn ze dan nu? Ze zeggen dat de paarden sindsdien op the Island of the Lost Horses wonen. Het eiland van de verdwenen paarden? Yes, maar ik heb dat eiland tot nu toe niet kunnen vinden. Dus er hebben nog nooit kinderen op de paarden kunnen rijden. Dora, dit is Sweetie. Leuk je te ontmoeten, Sweetie. Ze mag je wel, Dora. Hey, kijk. De hangers van Dora en Sweetie geven licht. Dan heeft Sweetie je hulp nodig. Ik denk dat Sweetie wil dat we haar volgen. Dora, ik blijf hier bij de kinderen. Kunnen jij en je vrienden dan met Sweetie meegaan? Tuurlijk. De hanger zal je onderweg helpen. Echt waar? Yes, it definitely will. Gaat lukken. Je paardenhanger begint weer te gloeien, Dora. Dan heeft Sweetie me nodig. Waar is Sweetie? Ik zie haar niet. Waar is ze? We mogen haar niet achterlaten. Zie jij waar Sweetie is? Ja, daar is ze. Oh, haar hoeven zitten vast in het zeewier. En daar zijn de bandieten. Op dat paard is daar alleen. Nu krijgen we het wel. Kom op, dan pakken we dat paard echt heel. Snel, snel, snel. Vlug, vlug, vlug. We pakken vlug dat paard. Oh nee, de bandieten zijn terug. We moeten eerder bij Sweetie zijn dan de bandieten. Jongens, het vlot drijft weg van de kant. We laten Sweetie niet achter, hoor. Nou ja, we moeten proberen het vlot vast te maken. Of course. I know how to do that, my friend. Dat wil ik ook leren. Het touw houdt het vlot hier, maar niet voor lang. Jullie moeten Sweetie halen. Marco, kun jij Dora erheen brengen? Ik weet dat ik het kan, Naya. Oké, neefje. Faster, faster, horse. We zijn er eerder dan de bandieten. Goed gereden, Marco. Nu moet je snel teruggaan naar het vlot. Klaar om in je eentje terug te rijden? Yes, I am. Ik hou van paardrijden. Calm down, Sweetie. Ziezo, je bent los. En achteraan, en achteraan. De bandieten zijn er bijna. Oei. Vlug, we moeten terug naar het vlot. We moeten zeggen dat het paard snel moet zijn. Wat zeggen we dan? Ja, dan zeg je faster, faster, horse. Nog een keer. Faster, faster, horse. Woehoe! Goed zo, Sweetie. Het is gelukt, hè? Dat was geweldig, Dora. Sweetie deed het heel erg goed. En goed gereden, Marco. Ik ben zo trots op je. Ik heb helemaal zelf paard gereden. Wat een goed gevoel geeft dat, hè? Echt wel. Als ik paard rij, voel ik me sterk en dapper en blij. Nee, nee. Een vogel blijft maar zingen, want dat verveelt hem niet. Hij heeft voor alle dingen steeds weer een ander lied. Ik wou dat ik zo zingen kon, als een vogel zo
zijn. Na 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 na. What happened? Wat doe ik hier beneden? Ben jij dat, Emma? Ja, ik ben het, Pablo. Look at me! Ik kan vliegen! Dit is geweldig! Geweldig? Maar Emma, je bent een vogel! En de vogel zit in Emma's lichaam! Yep! Wow! Emma en het vogeltje zijn van lijf gewisseld! Ik dacht dat dat maar een sprookje was. Hoe bedoel je? My grandma heeft me ooit een verhaal verteld over vogels die met je wisselen als je samen zingt. Oh ja, dat heb ik ook wel eens een keertje gehoord. Wow, dat is heftig. Jazeker. Wordt er in dat verhaal ook verteld hoe de vogel en de mens weer terugwisselen? Laat me even denken. Weet ik het weer. Zeker weten, je kunt inderdaad weer terugwisselen. Oeh, je hoeft alleen maar nog een keer samen te zingen. Als je dat doet, kun je weer terugwisselen. Oh, dat lijkt me niet zo moeilijk. Dit vliegen is best wel cool. Maar ik denk dat ik toch weer liever mezelf word. Come here, little bird, dan zingen we samen. Na 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 na. Ze zingt niet met je mee, Emma. Ik weet het. Na 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 na. Waarom zingt ze nou niet? Dat weet ik niet, maar dat moeten we wel uitzoeken. Maar eerst moeten we Emma, ik bedoel de vogel met Emma's lichaam, uit de boom krijgen. Kom eruit, Emma. Denk eraan, Pablo. Dat is niet echt Emma. Dat is een vogel met Emma's lichaam. Ik ben Emma. Oh ja. Laten we haar roepen in het Engels. Om te vragen of ze komt, moeten we zeggen... Come to us, please. Zeg maar eens, come to us, please. Goed zo. Zeg, come to us, please. Come to us, please. Harder. Come to us, please. Brave vogel. Ik hoop dat het werkt. Dat lijkt me zo fijn. Want als we samen zingen, kunnen we daarna onszelf weer zijn. Na 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 na. Na 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 na. Na. Ik ben het. Ik ben terug. Ik ben terug. Hoe voel je je, Em? Goed. Echt prima. Maar om eerlijk te zijn mis ik het vliegen wel. Dat hoef je niet te missen. Misschien zit er iets in mijn rugzak waarmee je kunt vliegen. Zeg, rugzak. Harder. Rugzak, rugzak. Rugzak, rugzak. Ja! En ik ben Bart. Dora heeft iets nodig waarmee ze kan vliegen. Oh, ik help wel. Ik weet alles van vliegen. Deze misschien? Nou ja, fietsen zijn een heel goed vervoermiddel, Bud. Maar ze blijven op de grond. Zie jij iets waar Dora en Emma mee kunnen vliegen? Ja, Delta-vliegers. Oh ja. Goed gezien. Klaar om weer te gaan vliegen, Emma? Ready? Yes, ready! One, two, three!